Als consul-generaal van Suriname op Curaçao is Christa Suiverloon intensief bezig het zaken doen tussen beide landen op gang te brengen. Suiverloon nam in januari 2022 deze positie op Curaçao over. Op het eiland wonen zo'n 16.000 Surinamers en Surinamers in diaspora. Om handel te drijven tussen de beide landen zijn er twee grote uitdagingen, zegt de consul-generaal. Eén is, er is wel verbinding, air cargo, maar dat is duur. Er is geen bootverbinding rechtstreeks. En het zou makkelijk zijn als dat gedaan werd, maar er is nog een challenge aan deze kant, niet in Suriname, maar wel op Curaçao, die opgelost moet worden met de haven hier. En dat schijnt echt een beetje problematisch te gaan. Hopelijk wordt dat gedaan. Want dan kan het. Nu, als je van hieruit naar Suriname verscheept, gaat het of naar Nederland en dan naar Suriname. Of het gaat naar Jamaica en dan naar Suriname. Dus je bent Suriname net hier is. Het is 4 dagen. Dus dat is een challenge. Een ander probleem bij de export vanuit Suriname van bijvoorbeeld zand, grind en hout is het moeten betalen van baggerkosten voor de Suriname rivier. Het baggeren noemt Suiverloon een goede zaak, maar een voorstel is om aan deze bedrijven een waiver te geven voor export naar de eilanden, omdat het anders veel te duur wordt. Met een waiver wordt er dan afgezien van de betaling van de baggerkosten. Verder zegt Suiverloon dat het consulaat het op dit moment erg druk heeft met nieuwe paspoorten voor degenen die naturalisatie aanvragen. Het consulaat vertegenwoordigt namelijk ook de eilanden Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland, met name Saba, Sint Eustatius en Bonaire. De paspoorten, omdat we niet op de eilanden andere eilanden zijn, dus de mensen van de andere eilanden, die mogen hun paspoort met DHL of FedEx met hun stukken, hun documenten van ons opsturen. En wij sturen het dan naar Suriname en Suriname stuurt het paspoort dan terug. Wij hebben de mensen niet in persoon gezien. We hebben de paspoorten wel gestuurd, maar we hebben ze in persoon nooit gezien. Dus vraagt het IND, oké, fijn dat je je paspoort hebt. Maar je moet teruggaan naar Curaçao om daar een identiteitsverklaring te halen, zodat wij weten dat de mensen je in persoon hebben gezien. Dat kost voor onze Surinamers een heleboel. Dus hopelijk stappen we binnenkort over naar een ander paspoort, waardoor ze dat dan niet meer nodig hebben. Want dat, als je bijvoorbeeld op Sint Maarten woont en je bent met een gezin van 4, moet je afreizen naar Curaçao om daar een identificatie te halen, een verklaring. En dan ga je daarmee naar DBB bij het fort, waar de gouverneur zit. En die stempelen dan af en dan neemt de IND het pas aan. Voor het stimuleren van de handel gaat het niet alleen om grote bedrijven, maar vooral ook om de kleinere ondernemingen. Om één eerste aanzet te geven, zal het consulaat op 25 november aanstaande een activiteit organiseren waarbij vooral de voeding- en drankindustrie aan zijn trekken komen.